Het verhaal Ronaldo, heb ik ooit gehoord dat hij tegen je speelde? Ja, we speelden met eigenlijk tegen PSV. En voor mij was het jochie 18 of zo. En ik gaf hem gelijk in de eerste beuk en dan begon hij maar gelijk met poeta poeta begon hij maar gelijk. Dus nog een keer een beuk en hij is volgens mij in de rust naar die trainer gaan van wissel me maar, want ik ga niet tegen gek voetballen. Maar ja, mag. Niet tegen Elinkwijk? Ja. Niet tegen Elinkwijk tegen PSV, ja. Kregen we 6-2 klopt, maar toch, Ronaldo was er snel uit. Dus dat was jouw overwinning? Dat was mijn overwinning die dag, ja. Die mentaliteit, Hennie, heeft dat je geholpen in de periode dat je ziek bent geworden? Ja, zeker. Want dan had ik het waarschijnlijk al eerder niet meer geweest. Dan had ik misschien al eerder het loodje gelegd. En dat mentaliteit vind ik toch belangrijk bij mensen. Ook zie ik nu ook aan mezelf. Ik heb het gewoon daar tot nu nog gered. Wanneer merk je dat je het verliest? Nou, ik merk dat al snel. Op een gegeven moment ga je dingen voelen in je lichaam en denk je van, er groeit weer wat. En dan kan je wel weer een scan laten doen, maar ik weet precies wat die scan uitbrengt. Het is groter geworden, weer slechter nieuws. Dus ja, je gaat pijntjes voelen. Je gaat dingen die er zitten, alleen die worden steeds groter. Ja, en dan weet je gewoon dat het niet lang duurt. Nou, mijn angst is niet om dood te gaan, maar mijn angst is dat ik al die dingen die ik nog kan krijgen, zoals ja, stikken, verlossing in mijn huis, afgevoerd moet worden, paniek in mijn huis, dat ik naar het ziekenhuis toe moet en dat ik daarna sterf. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon thuis sterven bij mijn gezin. Wat mij in deze woorden allemaal opvalt, Hennie, is dat je absoluut niet egoïstisch bent. Je zou kunnen zeggen, met dit wat je hebt, moet alles om mij draaien. En nu wil ik. Maar je blijft vooral naar anderen kijken en denken voor die anderen. Nou, egoïstisch is natuurlijk wel voor euthanasie. Ik bedoel, dan kan je denken, ja, je is egoïst. Alleen, ja. Ik vind het zo belangrijk dat ze daar niet meer zorgen over te maken van dat papa zo dood is gegaan, zeker de kinderen. Dat papa niet op een leuke manier dood is gegaan. Dan is het denk ik makkelijker voor het gezin en voor de mensen om me heen, dat ze denken van, hij heeft zijn strijd verloren, hij kan rustig slapen en we nemen niks zwaarlijk. Afscheid nemen bestaat.